Zondag was het nog feest bij Sporthal de Arkes toen wethouder Titus Burgers daar de sportcontrainer feestelijk in bedrijf nam. Een dag later is daar niet veel meer van terug te zien. De sportcontrainer, een container met daaraan rekken met toestellen waarmee je allerlei sporten kunt beoefenen, ligt er verlaten bij. Overal liggen losse onderdelen op de grond. Het is niet duidelijk wanneer en door wie de container weer gebruikt gaat worden. Over 2 maanden verhuist hij in ieder geval weer naar een nieuwe locatie in Wijchen. In de tussentijd kan de container nog worden ingezet bij evenementen.